De Zoetermeerse wijken Palenstein en Driemanspolder zijn in dezelfde tijd gebouwd, tussen 1965 en 1975. Aan hun opzet liggen dezelfde ideeën ten grondslag: standaardisatie, rationalisatie en schaalvergroting. Toch zijn ze verschillend van karakter. Een verschil dat voornamelijk veroorzaakt wordt door de woningcategorieën. In Palenstein staan voornamelijk woningwetwoningen, in Driemanspolder de duurdere premiekoopwoningen. In Palenstein verdwijnen de laatste jaren steeds meer lange galerijflats om vervangen te worden door nieuwe, energiezuinige laagbouw. In Driemanspolder staan alle flats nog in volle glorie recht overeind. De lange, geknikte galerijflats vormen in Driemanspolder aan de west- en noordkant een visueel scherm van 10 lagen hoog. Op deze luchtfoto is goed te zien dat ze als scherm een lange muur vormen, rondom 2/3 van de wijk. Daarachter, aan de binnenzijde van het scherm, staan een aantal parallel geplaatste galerijflats van 6 woonlagen. De eengezinswoningen aan de oostkant van Driemanspolder markeren de overgang naar de kleinschalige oudere wijk Het Dorp. Anders dan in Palenstein zijn in Driemanspolder tussen de laagbouw een aantal torenflats gebouwd. In Driemanspolder wordt een tweede verticaal accent gevormd door de hoogste flat van Driemanspolder, de Blankaard. 20 lagen op een onderbouw torenen boven alles uit. Het winkelcentrum De Vijverhoek telt een aantal kleinschalige winkels en een supermarkt. Het winkelcentrum grenst aan een royale vijver. Aan de noordrand van de wijk is ruimte gevonden voor wat latere nieuwbouw. Mijn vrouw en ik hebben in 1976 een klein jaar in Driemanspolder gewoond, in de Molenwijkflat. Naar volle tevredenheid. Als ik 's morgens naar mijn werk liep, trettelden daar talrijke konijntjes op mijn pad.